Wat heb je nog met dit, met de Kuip? Met de jeugdopleiding, nou ja, waar je grote dingen hebt gedaan? Nou ja, nogmaals, in dat opzicht, wie had dat verwacht van een Spartaan in hart en nieren, wat die opgegroeid is. Maar ik heb een geweldige periode bij Feyenoord meegemaakt, waar geweldige mensen zitten. En ja, ik wil niet zeggen Calamero-effect, maar ik denk dat de sympathie voor de Feyenoord mensen die er werken veel groter is dan de Spartanen. Mm-hmm. Maar ik heb een hele goede relatie met heel veel mensen binnen Feyenoord. En ja, ik blijf Feyenoord een geweldige club vinden. En ik hoop echt, en wij gaan er ook alles doen om tegen Vitesse te winnen, dat wij dat ze vierde worden. Dat verdien ik. Als ik aan mijn 27 jaar bij Rijnmond denk, hè, en ik denk aan jou, denk ik altijd aan één moment. Ja, wij denk ik mei 2000. Oh, mei 2000. Weet je dan wat we doen? Toen haalden we de volgende Champions League. Jij was interim trainer in de Kuip. Ja. Er wordt gespeeld tegen FC Twente. Ja. Een dag ervoor is er de vuurwerkramp in Enschede. Ja. Eigenlijk had die wedstrijd nooit gespeeld mogen worden. Nee, klopt. Fred Rutte zei dat ook op de radio bij Rijnmond. Ja. Jij stond daar als jonge trainer. Ja. Hoe was jouw spanningsboogje dat middag? Ja, nee, maar dat zit veel dieper, hè. Want wij waren, of ik was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en wij deden het geweldig met z'n allen bij de jeugdopleiding. Alle 11 stonden stijf bovenaan. Er was gigantische talenten kwamen eraan. En je had daar, en ik trainde zelf de onder 19. Ja, met topspelertjes. Dus op het moment dat je dat ging doen, dan moet je ook als je bij het eerste, dan moet je wel resultaten halen. Want hoe gingen de achterban, met name dan de jeugdopleiding, hoe gingen die op jou reageren als je het resultaat niet zou halen? Ja. Dat spookte allemaal door je kop op dat moment. Er was veel druk. Ja, er was veel druk. Nog één zijstap voor dat fragment laten zien. Hè? Ja. Noem nog even wat namen uit die heel succesvolle lichting A-junioren. A-junioren, dat kan ik er wel een hele lichting maar noemen. Noem gewoon eens wat namen die jou te binnen schieten. Robin van Persie, ja, dat even de grootste. Maar ook Leonardo, Abby Smollerek, René van Dieren, Saïd Bouta, Danny Buis, niet te vergeten. Glenn Lovens, Sievert Sprokkel, Jules Swerts. Ja, en zo kan je nog het hele rijtje. Maar ook in die andere lichtingen zaten zoveel talent. En dan sta je daar als interim trainer. Ja. Je moet met Feyenoord, je moet die druk van de Kuip die voorronde Champions League halen. Je speelt tegen een tegenstander die bezig is met een stad waar een vuurwerkramp plaatsvond. Ja. Het zag er op het einde zo uit. Dat is toch geweldig dit. Ja, leuk. Leuk. Dit zijn leuke beelden, ja. Heb jij nou ook, en ik ga te veel als een oude lul van 51 klinken, als je dan die spelers ziet, maar dat gaat ook bij Sparta, hè? Niet de beelden van net met de promotie, maar van jaren terug, dat je voor je gevoel toen niet hebt gezien hoe goed ze waren. Dat je later pas ziet hoe goed ze waren eigenlijk. Wat bedoel je met? Nou, als je Kroes ziet lopen, als je Konteman ziet lopen, dat je nu pas ziet, Konteman heeft gewoon een EK 2000 gespeeld. Ja, maar er waren natuurlijk bij andere clubs, of je nou bij Twente, er liepen ook geweldige spelers. De Ajax, we speelden tegen Ajax, ook met geweldig licht, met Van der Vaart, je kan ze niet opnoemen. Nee, maar dit waren natuurlijk geweldige spelers bij Feyenoord, met Van Wonderen, Konteman, maar natuurlijk met Kroes, Jonathan Thomassen, Kalou. Peter van Vossen, je kan ze natuurlijk met Bosveld natuurlijk en Van Gastel. Ja. Hij waren geweldig. Thomas is dit Raza. Moment voor jou belangrijk geweest? Omdat je daar iets groots deed in een fase bij een grote club? Dat denk ik wel. Nou, wij speelden met name met de onder 19 van Feyenoord speelden we tegen AZ. En die speelden we helemaal zoek met die lichting. Mm-hmm. En we speelden echt fantastisch voetbal daar. En toen moest ik het eerste overnemen en dat was tegen AZ ook. En toen stonden we met 1-0 voor, 2-1, 3-2 achter. Uiteindelijk wonnen we met 5-3. Dat was wel een spektakel. Toen kwam Peter van Vossen er nog in. De tweede helft van Korniev. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja. En toen waren ze van onder de indruk. En toen wilde Scheringa mij heel graag hebben. En Kijk. Eigenlijk heb ik
heel veel te danken aan Rob Baan / Feyenoord dat ik die kans kreeg. Dat had ik over, wel vak, over vakmannen gesproken, Rob Baan. Ja, Rob Baan is voor mij persoonlijk de beste technische directeur die Feyenoord ooit gehad heeft. Als je ziet wat voor spelers die heeft gehaald. En voor nou Dirk Kuyt is een Kalou, Brad Edmonton, Dudek. Hij heeft geweldige spelers voor Feyenoord gehaald. Ik vind dat Rob Baan nooit de erkenning heeft gekregen die hij eigenlijk verdiende. De basis gelegd voor de UEFA Cup zegen in 2002, 100%. In meerdere opzichten toch? Oh, maar ook met het binnenhalen van Bert van Marwijk. Ja. Het wordt allemaal kleine dingen die onderschat worden, maar... Nee, want van de trainer van Fortuna halen, daar krijg je nu al niet voor elkaar. Nee, maar hij was gewoon de stille kracht achter Feyenoord. Maar hij had ook een visie, want hij heeft mij ook aangetrokken bij Feyenoord voor de jeugd. Mm-hmm. Ja. Maar ook André Stafleu. Ja. Ja. Dus... hij creëerde wel voorwaarden waarvoor we allemaal optimaal kunnen functioneren. En ik vind dat Rob Baan eigenlijk altijd niet de juiste in waarde is ingeschat.